Twee Tweede Wereld, een podiumkunstenfestival voor kinderen van 0 tot 6 en volwassenen. Met nationale en internationale voorstellingen. En het vindt plaats in Almere en in Haarlem. Ik geniet hier wel van, ja. Zal ik je helpen? Zo? Ik denk dat we best uniek zijn. Inmiddels wordt er heel veel gedaan voor jonge kinderen, gelukkig. Ik denk dat we daar ook een bijdrage aan geleverd hebben. Om mensen wakker te maken dat jonge kinderen echt kunst kunnen beleven. Maar ik denk dat we nog best wel bijzonder zijn. Er is nog heel veel werk aan de winkel. Ik heb dromen dat ik de hele dag kindergroepjes zie rondlopen naar het museum, naar het theater. Omdat kunst kan je in die binnenste aanraken. Wij hebben een fondsenaanvraag gedaan bij Mede Mogelijk Maken. Voor ons is het een mooie mogelijkheid om iemand, een expert erbij te betrekken, zodat we Europese subsidie kunnen aanvragen. Hey, gaat het goed? Ja, het gaat goed. We gaan een karavaan creëren waarin makers artistiek kunnen uitwisselen, een platform en waar ze ook samenwerking kunnen aangaan, waar we co-producties kunnen maken met de andere organisaties, waardoor die makerspraktijken ontwikkeld worden. Ieder fonds kan het verschil maken of je dingen wel of niet doet. Tegen jonge makers in Flevoland wil ik graag zeggen, maak vooral gebruik van de middelen die de provincies beschikbaar stelt. Ik weet wel uit ervaring dat het soms intimiderend is en soms ingewikkeld lijkt. Maar er zijn ook gewoon organisaties in Flevoland die wat meer ervaring hebben die ook jonge makers daarbij kunnen ondersteunen. Dat doen wij ook. En we zullen ze vooral stimuleren om dit fonds aan te gaan vragen.